Jongens, en welkom bij een nieuwe video. Vandaag zijn we weer in het prachtige Content Veen 2.5, oftewel 2,5, oftewel we zijn nog steeds aan het wachten op seizoen 3. En we staan hier voor mijn prachtige basis, alleen hij is niet meer zo heel prachtig, want ik kom online. En het eerste wat ik zie is dat mijn basis compleet, voor de helft helemaal roze is geworden. Er zijn zoveel witte blokken zijn naar roze veranderd. Heb jij dat gedaan? Jij stom stinkvark. Of jij daar misschien achter, hè? Weet je, ik vind jou zo dusdanig verdacht dat ik jou gewoon slacht. Ook gewoon alleen jij. De rest niet. Waarschijnlijk was het niet het varken, want er staat hier bij deze een boekje. En er staat daar ook wat lachspiegel spiegelbeeld. Wie heeft dit gemaakt? Wie probeert mij te pranken hier? Dat een lachspiegel naar je eigen spiegelbeeld is. Ik gok dat het Rick is en daar gaan we elk moment achterkomen. Circusplakjes bij Rick. Voorzitter, ze inderdaad door Rick. Beste wal nutteloos. Ik heb gezien dat uw zielige hoofdkwartier extreem saai oogt. Hoezo extreem saai? Daarom heb ik om de sfeer wat omhoog te krijgen een leuke kleur toegevoegd aan het kleurenpalet. Rick. Waarom heb je alles roze gemaakt? Ook heb ik mijzelf aan het thema gehouden. Zoals u aan de voorkant kunt zien, lijkt het hoofdkwartier een beetje op een circus tent. Dit komt... Hoezo? Lijkt dit op een circus tent? Ik wil het niet op een circus tent lijken. Dit komt natuurlijk omdat jij een clown bent. Dus bij deze 2 vrijkaartjes voor het circusplakjes. Heel veel plezier. We hebben alvast een spiegel, lachspiegel opgehangen. In deze spiegel zie je jezelf als een loser. Rick, ik haat je echt met heel mijn hart. Met vriendelijke, maar toch gevaarlijke groeten, Rick Force. Eindelijk gedoucht. Hè, hij stinkt niet meer. En hij heeft nog een boekje achtergelaten. 2.0. Oh ja, je witte concrete, die heb ik weer verstopt. De hint is, jouw prank bij mij zat ertussen. Snap je? Je prank bij mij zat ertussen. Boten. Er zat een boot tussen. Soul Sand heb ik gedaan. Ik heb hem met boten geprankt en ik heb hem met Soul Sand geprankt. Oftewel, ergens hier in de buurt zit mijn... ik snap het niet. Waar is mijn witte concrete? Ik wil terug veranderen, jongens. Ik vind het roze niet mooi. En hij heeft ergens... Ik snap het niet. Ik snap niet wat hij wil. Laten we eerst die stinklachspiegel van hem weghalen. Misschien dat we dan met geluk wel even mijn witte concrete blokken vinden. Want hij zegt, je blokken kan je vinden tussen zijn prank. Wacht, ik snap niet wat hij gestuurd heeft. Je prank bij mij zat ertussen. Dat is de hint waar hij mijn witte concrete blokken heeft verstopt. Ik heb hem geprankt met Soul Sand en ik heb hem geprankt met... boten. Dus het is iets met boten of het is iets met Soul Sand. Ik weet het toch niet, jongens. Oké, dat is een soort van bootje, dat vlot. Dus laten we eerst op het vlot kijken. Als het daar niet is, dan gaan we naar de Nether. Gaan we kijken of we hebben een Nether portal misschien. Zat ertussen. Ik snap de hint echt niet. En hij heeft het zo te zien ook niet hier verstopt. Mijn witte concrete blokken. Misschien bij de Nether portal dan? Geen idee. Jouw prank bij mij zat ertussen. Oh, ik heb het gevonden. Het zat hier. Jouw prank bij mij zat ertussen. Bedoelt hij dan kaktussen? Zat ertussen. Jouw prank bij mij zat ertussen. Het staat tussen de kaktussen. Alleen ik snap niet wat... Ik snap de hint dan nog steeds niet helemaal. Ik heb het al gevonden. Het zit hier. Mijn concrete is gevonden. Maar hoe bedoel je zat ertussen? Ja, de kaktussen. Maar tussen kaktussen, jouw prank bij mij zat ertussen. Ik snap er echt geen reet van, jongens. Als jullie snappen wat deze hint is, laat dan even in de reacties weten. Oh, kijk, daar hebben we Rick al. Hij is er. Ik heb het al gevonden. Ik heb hem al, Rick. Hier. Ik heb hem al. Ik heb het al. Je bent te laat. Je focus trick outfit. Wat ga je doen? Waar ga je heen? Ga je weg? Dan ga je alweer weg. Je mag hier een mosblokje terug. Doei, Rick. Leuk prank, hoor. Leuk, moet ik alles opnieuw doen. Heel veel werk. Echt heel leuk. Stom, Rick. Nou, laten we beginnen met al het roze weghalen. Wat een ongelooflijk stomme stinktaak gaat dit zijn. Ik had niet mijn aflevering zo voor me gezien dat ik hem zo zou beginnen. Maar helaas, het is niet anders. A few moments later. Oh, wat is dit een ongelooflijk saaie en vervelende taak. Rick, waarom heb je dit gedaan? Waarom heb je dit gedaan? Oké, ik moet toegeven, mijn Soul Sand prank op jou was ook al een saaie prank voor jou om weg te halen. Maar dit doet gewoon echt pijn. Dit doet gewoon echt pijn in mijn hart dat ik al die... Ja, trouwens, ik heb wel heel veel roze blokken nu. Waarschijnlijk ga ik niet echt heel veel mee doen, maar hè. We hebben nu roze blokken. Oké, jongens, ik heb nu een klein gedeelte gewoon gedaan. Maar ik heb oprecht geen zin om nu de rest te gaan doen. Dat gaan we later ergens deze aflevering wel doen. Dat is niet een probleem voor nu. Ik was bezig hiermee en ik dacht van, waarom ben ik dit eigenlijk nu zo specifiek al zo snel aan het doen, weet je. Ik heb dat helemaal daar gedaan. Daarboven heb ik een beetje gedaan. Eigenlijk alleen nog maar deze plakken hier aan de voorkant. En dat daar moet nog gedaan worden. Volgens mij is voor de rest alles weer helemaal wit. Maar, of ja, wit in principe. Alleen ja, dat is gewoon nog zoveel werk. En daar heb ik echt op het moment geen zin in. Dus laten we even wat anders doen. Namelijk deze reactie, jongens, heb ik onder mijn vorige video gekregen.
Ik denk dat meneer KB een moppenboek wel echt heel erg leuk zou vinden. Like als je dat ook vindt. Ik ben niet meneer KB trouwens. Dat reageert een willekeurige kijker, totaal niet meneer KB. Dus laten wij even naar onze alliantie gaan, meneer KB. En hem een moppenboek geven. Maar het ding is, ik heb natuurlijk... Ik kan wel in mijn eentje alle leukste, beste moppen allemaal beschrijven en neerzetten en weet ik wat allemaal. Want ik ben natuurlijk de grappigste ter wereld. Maar ik dacht, het is misschien leuker als wij allemaal willekeurige mensen en kijkers en andere vrienden... Laten wij heel veel moppen schrijven in één boek. En dan maken we daar gewoon het grote moppenboek van. En die gaan we aan meneer KB geven. Enig ding is, ik heb niet zoveel spulletjes. Ik heb hier twee papiertjes, die gaan we opmaken. De vrijkaartjes die ik heb gekregen van het circus plakjes. Maar trouwens, die hoeven we niet op te maken. Zo. Dan heb ik één leer nodig. Dat heb ik ook. Een inktzakje en een boekje. En een veer heb ik nodig. Maar dat gaat helemaal goed komen. Kijk, we kunnen in ieder geval een boekje maken zoals dit. Kippetjes, die hoor ik hier ergens in de buurt af. Volgens mij zijn er binnen ook een paar kippen. Kijk, daar is er eentje. Jij gaat mij een veer geven. Toenk. Oh, jij gaat mij een veer geven. Toenk. Toenk. Wat? Ja, twee veren. Hoppakee. Pakken we hier deze inktvis even hier komen. Jongeman, jij gaat hoppakee neergeslagen worden. Maken wij één een boek en quill. Het grote moppenboek. Nou, laten we op avontuur gaan en mensen vragen of ze moppen willen voorlezen voor me of willen opschrijven. Rick? Hallo? Ten eerste, stomme prank. Het begint zelfs te regenen, zo depressief vond ik je prank. Hij was leuk, hè? Hij was niet leuk. Hey, kom, we gaan even naar binnen, want jij hebt nog steeds jouw basis niet afgebouwd. Nee, ik moet gaan beginnen, maar dat komt helemaal goed. Het zal machtig en groot worden. Ja, ik zie wel dat je eindelijk gedoucht hebt. Je ziet op zich wel wat beter uit. Je hebt schone kleedjes aan, inderdaad. Laten we even jouw je hobbithole hierin gaan. Ja, waarom gebruik je altijd gewoon de ramen? Want dit zijn eigenlijk gewoon de ramen. Oh, dit is de dat deur. Zijn ramen! Ik had dit ik vond het al een rare ingang. Ik snapte het nooit. Dit is de deur. Oh, ja, ik snapte jouw ingang al nooit. Ik denk, waarom heb jij zo'n rare ingang altijd of zo? Nee, maar dat waren mijn ramen, maar daar konden zombies in lopen. Dus ik heb hier het grote moppenboek. Meneer KB wil namelijk heel graag een groot moppenboek hebben. Oh, ja. Dus ik dacht, weet je, die gaan we voor hem schrijven. En jij mag, mop 1, mag jij maken. Echt? Ja, mop 1 is helemaal voor jou. Het grote moppenboek. Mop 1 Rick Force. Dus ik wil graag dat jij een mop schrijft. Die erin doet. Ja. En dan ga ik daarna door naar andere mensen om nog meer moppen voor elkaar te krijgen. Oh, dat is wel leuk. Okay. Dan gaan we die uiteindelijk ga ik die afleveren aan meneer KB. Nou jongens, terwijl Rick zijn mop aan het schrijven is, gaan wij heel even wachten. En dan ga ik kijken of ik nog wat meer mensen bij elkaar kan krijgen. Er zijn behoorlijk wat mensen online. Wil je nou trouwens ook meespelen en kans maken dat jij een mop in het boekje mag schrijven? Kom er nu even... Naar deze Minecraft-server, play.com.veen.nl. Speel je nou op de Bedrock Editie, dan kan je deze poort gebruiken om te joinen. Doe zeker even mee. Max. Heb je er een, Rick? Ik heb hem. Je hebt hem op? Ja, jij kent hem al. Maar wil je het antwoord op dezelfde pagina? Ja, prima. Kijk, antwoord moet op de volgende pagina. Jawel, oké. Zeg maar voor de clue is dat leuk. Ja, daarom. Want het is een soort raadsel, is het, laat maar zeggen. Ja. Als er een raadsel of een clue is, moet hij op de volgende pagina. Oké, kijk of jij hem nog weet, want ik heb hem echt heel vaak al wel aan jou verteld. Oké. Het grote moppenboek. Mop 1, Rick Force. Hoe gaan bijen naar school toe? Antwoord met de schoolbus. Die heb ik helemaal nooit gehoord. Niet, die heb ik echt zo vaak aan jou verteld. Hoezo aan mij zo vaak aan mij verteld? Ja, dat was echt vroeger. Heel vaak verteld. Antwoord met de schoolbus. Vroeger, we kennen elkaar pas 3 jaar. We hebben helemaal geen vroeger samen. De Roerveentijden. Ik heb dat zo vaak verteld. Okay. Schoolbus. Dat is echt ik vind vroeger. Het een leuke mop. Ik vind het een leuke mop. Je bent mop 1 in het grote mopboek. Ja. Voel je vereerd, zou ik zeggen. Dankjewel. Mag ik een kopie als die klaar is? Je mag zeker een kopie als die klaar is. Dat komt goed. Ja, dat komt goed. Okay. Trouwens, hij is wel van meneer KB, dus... Jij krijgt een kopie, maar het origineel gaat naar meneer KB. Nee, ik wil niet... Ja, daarom zeg ik. Ik wil het kopie. Ja, oké, dat komt goed. Maar dan moet je met hem regelen. Oké, doei. Maar wil je ook... mag nog één dingetje? Ja? Wil je ervoor zorgen dat de mensen geen grappen over mij erin gaan zetten? Dat kan ik niet beloven. Dat vind ik niet leuk. Doe dat maar niet. Ik heb waarschijnlijk een grapje over jou. Doei. Nee. Jongens, we zijn aangekomen op het schip van Floor en René. Floor die is me aan het opwachten daar aan de haven. Hoi Floor. Ik dank je wel voor je tijd. Het is heel simpel. Ik heb een klein dingetje wat ik aan jou ga vragen. Ik ga je wel even voor het blok zetten, weet je. Ik heb hier een mopboek en ik wil graag dat je er een mop in schrijft. Weet je wat ik normaal niet goed in? Nee, maar dat is het leuke. Niemand is echt goed in moppen, zeg maar. Moppen zijn een beetje achterhaald natuurlijk tegenwoordig en zo. Maar neem je tijd. Schrijf er een leuke mop in. Je bent mop 2, ben jij. Oh ja. Hey, ik noem je gewoon een mop. Ik weet er ook meteen al één eigenlijk. Je weet er al eentje, goed. Dan schrijf er eentje op, dan ga ik daarna naar... Nee, jullie... Ik ben nog nooit trouwens hier echt voor een video geweest, maar jullie basis is echt cool. Het wordt steeds groter, ja. Het wordt echt mega groot hier ook gewoon. Ik ga even mijn mop schrijven. Ga jij maar een mopje schrijven. En in de tussentijd, volgens mij is René hier ook ergens. René, jij staat hier, achter je. Hallo, ja.
Hey, jij kan niet praten nu, maar kan jij ook zo'n mopje in het boekje schrijven? Ja, jij gaat ook een mopje in het boekje schrijven. Oké, helemaal prima, jongens. Meneer KB, jij gaat blij met mij zijn. Dit moppenboek wordt geweldig. In de tussentijd zijn wij lekker hier op de schommel aan het wachten tot we, ja, tot Floor klaar is met het mopje in het boekje schrijven. Ik ben zo benieuwd naar wat voor mop ze op gaat schrijven. Lukt het? Is hij klaar? Ik heb een maf. Ja, jij hebt een maf? Kijk, ik ging niet. Heel stuk. Je ging zelf stuk op je eigen mop. Ja. Hoe noem je een hond zonder poten? Antwoord, je kan roepen wat je wilt, maar hij komt toch niet. Je gaat ook weer stuk gewoon terwijl ik voorlees. Wat is een domme mopje dit. Wat een lullige mop is het zelfs. Hij is echt lullig. Hoe noem je een hond zonder poten? Je kan roepen wat je wil, maar hij komt toch niet. Nou, ik vind hem leuk. Ik vind hem goed gekeurd. Ik vind hem helemaal mooi. Ja, nou, ik ga naar René. Ik hoop dat René iets minder zielige mop heeft dan dit. Ik had eerst ook nog een andere. Dan ga ik die aan René vertellen, kan zij hem opschrijven. Nou, ga jij eerst naar René, dan kan zij die misschien opschrijven. Oké, jongens. Floor is een mop aan René aan het vertellen. Dus René, jij krijgt in de tussentijd het grote moppenboek. Hier is hij, alsjeblieft. Maak er een leuke mop van. A few moments later. Is je klaar? Je mop is geschreven? Oké, nou, kom maar. Oké, daar komen we hoor. Mop 3 Rini. Hé, dat rijmt. Je hebt een rij huizen. Links naast je woont Superman en rechts naast je woont Batman. Wie woont er tegenover je? De overbuurman. Oké, die vind ik leuk. De overbuurman. Of Superman, Batman. Ik vind hem leuk. Ik vind het een leuke mop. Goed al, het zijn weer raadseltjes allemaal, maar raadsels zijn ook mop. Ik vind het leuk. Jullie zijn alle twee geslaagd. Ik ga gelijk door naar de volgende kandidaat voor mop nummer 4. Dank jullie wel voor jullie moppen. Oké, jongens, laten we voordat we verder gaan even snel een kopietje maken van het boek natuurlijk. Want het ding is, ik wil hem ook aan random kijkers geven. Alleen ik ben bang dat het helemaal fout gaat en dat boekje dan voor altijd is verdwenen. Alleen ik heb daar niet genoeg sugarcane voor. Dan kom ik letterlijk één papiertje kom ik tekort. En of één sugarcane om één papiertje te maken. Want leer hebben we nog wel. Maar zoals je ziet, als wij gewoon even in de grote wijde wereld rondlopen, hebben wij zo sugarcane gevonden. Hier hebben wij een nieuwe boek en quill. Hoe kopieer je ook alweer een boek? Oh, dat kan alleen als hij gesigneerd is. Ah, dat kan helemaal niet. Oké, dus we hebben niks aan een tweede boek op het moment. En trouwens, jawel, ik heb wel een idee. Laten wij even een random kijker opzoeken. Nou, we zijn hier bij Guuske aangekomen. Guuske, jij bent de uitverkorene. Ik heb een leuke opdracht voor jou. Hier, wil je een mop achterlaten voor het grote mopboek? Waarschijnlijk is hij een mop aan het opschrijven. Ik ben wel heel benieuwd wat Guus... We gaan vast hier kijken wat we gaan doen. Mop 4, Guus. En dan schrijven wij zo meteen via dat boekje schrijven het over naar dit boekje. Dan weten we zeker dat dit boekje veilig blijft. Hij heeft een mopje geschreven. Komt-ie. Een vis gaat naar de dokter kijkt even en zegt... Oh, ik zie het al. Uit de kom. Mop van Guuske. Dankjewel, Guus. Oké, we zijn nu bij Leo aangekomen. Leo! Leo, ik heb ook de opdracht voor jou. Hier, Leo. Komt-ie. Kijk of jij ook een leuke mop kan achterlaten. Oh, Leo is klaar. Kom maar, Leo. Ik wil het boekje hebben. Ik ben benieuwd. Er lopen twee bananen over straat. Vraag de ander, wat wil je laten worden? Zegt de ander, rechter. Er liggen twee bananen in bed. Zegt de een tegen de ander, ga eens wat rechter liggen. Oh, ik snap hem, rechter. Wat wil je laten worden, rechter? Ik dacht aan de rechter in de baan, maar hij bedoelt natuurlijk gewoon rechter. Dankjewel, Leo. Ik vind het een goede mop. Oh, jemig, dankjewel. Jemig, dankjewel voor... Leo! Leo, bedankt voor het zand, man. Oh, mijn god. Ik krijg allemaal zand. Leo, jij bent een gouden gast. Jongens, doe allemaal even in de reacties. Dankjewel voor het zand, Leo. We houden van je. Oké, we zijn weer heel even bij onze basis aangekomen om het zand hier allemaal te dumpen. Dit kunnen we echt mooi gebruiken. Dan gaan we heel even snel de moppen van Leo gaan we kopiëren naar het daadwerkelijke moppenboek. Mop 5. Leo. Dan als het goed is, zou Joris, oftewel Wouter23, hier ook ergens zijn in de buurt. Dankjewel voor het komen naar mijn halfroze basis, Joris. Ik heb hier iets heel belangrijks, iets heel serieus. Dus je moet het heel serieus nemen, oké? Ja, ik heb hier voor jou het grote moppenboek. Nee, je moet er een mop in schrijven. Dat is letterlijk. Er staan al op het moment volgens mij 5 of 6 moppen in. En jij, ik wil ook dat jij een mopje erin hebt geschreven. Dit is voor meneer KB, dit grote moppenboek. Oké. Dus zet je even voor het blok. Het is heel spannend ineens allemaal, maar ik verwacht een goede mop. Ja, dat moet goed komen. Oké, nou, doe jij je ding. Oké, terwijl Joris, oftewel Wouter, het is zo geen hij, zijn Minecraft naam is Wouter23. Maar hij heet daadwerkelijk Joris. En jij heet Robin. En jij heet Heinrich. Er is echt wat mis met deze wereld. Maar ja, terwijl Joris dus daar het boekje aan het schrijven is, jongens, ben ik wel heel blij met al het zand dat ik inmiddels heb. Het enige is dat ik dan wel heel veel nieuw gravel moet gaan regelen, maar dat maakt niet uit. Zand hebben we in ieder geval. Dan kunnen we daar nog gewoon heel veel nieuwe concrete regelen. Want we moeten, ja, deze basis moet natuurlijk ook gewoon af. En laten we ook even de cactus in de tussentijd gewoon weer hakken. Ik kwam er namelijk achter na heel veel reacties dat ik niet alleen de bovenste twee moet hakken, maar bij cactussen gewoon alles, want anders verdwijnt het inderdaad.
in de, wat is het, verdwijnen de cactusblokjes in de cactus zelf. Want de cactus wijkt natuurlijk als een prullenbak. Dus wat ik gewoon moet doen blijkbaar is alles hakken zoals dit. En het later dan gewoon weer terugplaatsen. Kijk, nu hebben we namelijk 60 cactussen. Dan kunnen we de rest kunnen we voorzichtig even op deze manier terugplaatsen. Eigenlijk moest ik gewoon het zand weghakken. Dat zou veel sneller gaan. Maar dat maakt niet uit. Zo, hoppakee. Want met 40 cactussen die gaan we tegelijkertijd ook vast omsmelten. Dan kunnen we namelijk dat combineren met een blauwe dye. En dan kunnen we cyaan maken. En met cyaan of cyan, ik weet nog steeds niet hoe je het uitspreekt, kunnen we ons glas weer bevorderen. Of bevorderen, gewoon nieuw glas kweken. Oh, kijk, ik heb trouwens nog heel veel groene dye. Dat komt dus even goed uit. Stoppen wij alle cactussen hierin. En dan gok ik dat Joris tegen die tijd wel klaar is met een mopje bedenken. Kijk, hier kunnen we blue dye maken. Dan kunnen we green dye combineren met cyaan. Hoppakee, ja, ideaal dit. In ieder geval kunnen we heel veel nieuw glas maken voor de basis. Al hadden we, moet ik zeggen, ook nog best wel veel gewoon over. Het is meer dat we... Oh, trouwens, dit moet ik omsmelten naar glas. Ik kom glas tekort, dat was het. Ik kwam niet eens dye tekort, ik kwam glas zelf tekort. Nou, dan in de meanwhile, terwijl de cactussen die zijn al klaar, kunnen wij gewoon... wat zand gaan smelten. Jemig, wat hebben we veel groene dye inmiddels. Laten we dat allemaal gewoon eventjes combineren met blauwe dye. En dan denk ik dat we oprecht gewoon niet meer nodig hebben dan dit. Hier kan je zoveel cyaan glas van maken. Zeker omdat het paints zijn. Ja, dit zit wel goed. Dit zit wel snor. Heb je er eentje? Yes. Ja? Je hebt een boekje. Ik ben heel benieuwd wat je hebt geschreven. Oké, daar komt ie. Mop 6. Dat ben jij toch? Ja. Oké, mop 6 is van Joris. Welke noten kan je niet opeten? Antwoord, muzieknoot. Leuk. De goede mop. Ik vind het leuk dat mensen, iedereen komt met een andere mop. Dat is gewoon leuk. Dat is ook best grappig om te zien. Een mooi moppenboek. Ja, deze is voor meneer KW. Die wilde heel graag een moppenboek. Ja. Dus jij bent nu deel van... Het gaat een historisch item worden, dat weet je. Er gaan 10 mop in staan, niet meer. Ik word zelf ga ik nog één mop toevoegen ook. Dus ik moet nu nog mop 7, 8 en 9 door random mensen laten schrijven. En dan ga ik mop 10 toevoegen en dan wordt het een historisch item. Mooi. Ja, nou dankjewel voor je tijd. Dat is heel belangrijk. Daarom wilde ik je zo graag hier hebben. Is goed. Joejoe. Weet je, ik ga zelf mop 7 maken in plaats van mop 10. Mop 7. En ik vind het een beetje stom dat niemand nog een mop over Rick heeft geschreven. Dus die gaan we zelf beschrijven. Wat is de vergelijkenis tussen Rick en een dierentuin? Het is soms leuk om naar te kijken. Maar diep van binnen weet je dat het eigenlijk best wel zielig is. Zo, nou, dan hebben we ook een leuke mop over. Wacht, ik moet het al nog goed opschrijven. Er moet wel staan. Antwoord zo. Ja, ik vind het een leuke mop. Wat is de vergelijkenis tussen Rick en een dierentuin? Het is soms leuk om naar te kijken, maar diep van binnen weet je dat het eigenlijk best wel zielig is. Laten we weer een random kijker nog een mop laten schrijven. Oké, aangekomen bij hier Penpijn en Mr. Danek. Hey jongens, ik heb hier wat belangrijks voor jullie. Hoppakee, daar heb je hem. Voor jullie allebei. Jullie mogen allebei hem op achterlaten. Het leuke is jongens, als je dus meespeelt op deze server, nou, dan kan je ten eerste, zoals je hier ziet, gewoon een basis voor jezelf bouwen. Ziet er hartstikke leuk uit. Maar je kan dus ook kans krijgen dat er dit soort dingen gebeuren. Dat ik gewoon naar je toe kom en vraag of je mop in een moppenboekje wil achterlaten. Oh, ik zat helemaal achterover geleund, jongens, maar volgens mij heeft hij er eentje. Jantje staat te huilen op het bruggetje over de vijver van het park. De schoolmeester komt toevallig langs en vraagt Jantje, waarom huil je toch? Tussen het snikken door antwoordt Jantje, ze hebben mijn fiets in het water gegooid. Met opzet. Nee, met ketchup. Met opzet. Nee, met ketchup. Wat? Ik snap het niet. Waarom huil je toch? Tussen het snikken door antwoordt Jantje, ze hebben mijn fiets in het water gegooid. Met opzet. Nee, met ketchup. Nou, ik ga hem opschrijven. Dankjewel, meneer Danek. Ik ga hem in ieder geval opschrijven. Ik ga één ding ga ik eraan veranderen. Jantje veranderen we naar Rick. Tussen het jank door, antwoordt Rick. Ze hebben mijn fiets in het water gegooid. Volgens mij moet hier een uitroepteken. En dan hier zegt de leraar weer met opzet. En dan antwoordt Jantje, denk ik. Oftewel Rick met nee, met ketchup. Ik denk dat dat het is. Hij is alleen net te lang. Er past geen tekst meer voor. Ik moet hem een beetje aanpassen dat het erop staat. Of dat het erop past. Oh, trouwens, ik heb wel gewoon een idee. Ik kan het gewoon allemaal weghalen. Dan ga ik het gewoon over 2 pagina's verdelen. Nou, jongens, we hebben hem opgeschreven. Hij moest even op 2 pagina's, anders paste het niet. Dankjewel, meneer Danek. Oh, jullie zijn in één keer met een hele groep staan jullie hier te chillen. We zijn nu bij Dwel aangekomen. En we hebben hier een publiek van Guus. Hey Guus, jij had wel hem opgeschreven. Oké, Dwel, jij wil hem op, hè? Jij wil hem opschrijven, dat mag. Hey, oké. Dwel heeft er eentje. Komt-ie. Ik heb hem op. Twee. Dit vind ik niet leuk. Ik hoop dat jij wat beter hebt, Appelmoes. Ik hoop dat jij wat beter hebt. Nou, kom maar op, Appelmoes. Daar gaan we. Een vrouw heeft een hond. Die hond heet diarree. En het huis van de vrouw heet poepgat. Op een dag is ze haar hond kwijt. Ze zegt tegen haar vriendin, ik heb mijn hele poepgat gezocht voor diarree. Leuk popje! Leuk!
We gaan hem wel opschrijven, want ik bedoel, dat moet wel. Dat was mop 9 van Appelmoes. Nou, hartstikke leuk. Dankjewel, Appelmoes. Leuke mop. Oké, we zijn met de laatste kandidaat aangekomen. Bammetje Bal. Ik heb hier voor jou het nep moppenboek. Schrijf alsjeblieft een leuke mop op. Alsjeblieft niet een eentje over scheiddiarree of over iets in een envelop. Mop 10. Bammetje Bal. Stel me niet teleur. Het is groen en het rijdt over de weg. Een bromkommer. Een bromkommer. Nou, ik vind hem leuk. Ik vind hem leuk. We gaan hem opschrijven. Dat is mop 10. Het is groen en het rijdt over de weg. Een bromkommer. Die gaan we even op de volgende pagina schrijven. Zo, of volgende pagina. Antwoord een bromkommer. Nou, ik vind hem helemaal prima. Dankjewel, Bammetje Bal. Dan zijn wij nu aangekomen bij meneer KB zijn basis, jongens. Met de grote KB. Wat is het? Drone hier boven de lucht natuurlijk. Jemig, wat is dit allemaal? Mensen hebben... Jemig. Laten wij zijn basis inklimmen hier. Hop, 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 hop. Ik heb vorige aflevering had ik hier namelijk een heel slecht cadeautje achtergelaten met spullen die ik uit zijn eigen basis had gestolen. En die had ik binnenkort krijg je betere spullen. Nou, het ding is, het is op het moment binnenkort. Laten we eerst het grote moppenboek even mooi signeren hier aan de voorkant. Het grote moppenboek met liefde geschreven door 10 verschillende mensen, officieel exemplaar. Oké, het ding wel is, meneer KB. Laten we even deze mop hier allemaal weghalen. Want ik heb het tweede boekje nodig voor iets anders. Ik wil... Oh. Bij deze het grote moppenboek. Ik wil graag dat jij nu ook voor 10 nieuwe moppen zorgt. En dan dit boek doorgeeft aan Rick of Justin. Het grote doel is om 100 pagina's vol te krijgen met heel veel moppen. Streepje walnoot. Deze signen we wel, die noemen we uitleg. Hoppakee. Hebben we een nieuwe barrel gemaakt. Per ongeluk eigenlijk best wel veel. Heb ik de signs nodig, dan plaatsen wij hier. Zo plaatsen we een nieuw ding. En dat noemen we bijvoorbeeld dit. Zo. En dan streep je walnoot. Doen we hier tussen een bordje genaamd beter met dan een pijltje deze kant op. Want hier hadden we namelijk opgeschreven. Binnenkort krijg je betere spullen met poepspullen dan hier beter. Bijvoorbeeld dit walnoot. En dan zit hierin het grote moppenboek met een klein boekje uitleg erbij. Ik ga deze dus ook niet signen. Dat betekent dat deze dus officieel nog... hij gaat groter worden dan dit. Maar dat is niet meer aan mij. Dat is gewoon aan meneer KB om dit te doen. We hebben hem achtergelaten. Een beter cadeautje. Het grote moppenboek. Jezus, wat kostte dat veel moeite. Ik had niet verwacht dat het zoveel moeite zou kosten. Ik dacht, nou, we kunnen wel even een paar moppen opschrijven. En mensen wat moppen op laten schrijven. Ik ben oprecht gewoon 1,5 uur verder in het leven. Voor jullie ging het heel snel. Maar voor mij duurt het echt heel lang om dit te regelen. Het duurt echt lang voordat mensen een mop hebben opgeschreven. Dan zijn we nu weer op het punt aangekomen dat wij toch... Helaas, dat gele of dat roze eindelijk weg moeten gaan halen. Vervelende taak. Ik ga het ook lekker niet aan jullie laten zien, want er is natuurlijk geen reet aan. Weet je, het is gewoon weg in 3, 2, 1. Oké, jongens, we hebben behoorlijk wat pink concrete. Die Rick heeft echt heel veel moeten grinden hiervoor. Althans, valt het mij, maar hij heeft best wel veel werk hiervoor moeten doen. Dat verbaast mij nog. Ik heb nog 17 over. Ik heb een beetje bij moeten maken. Het enige is dat ik nog steeds geen gravel heb. Ik had een beetje bijgehaald hier ergens in de, nou, de sloot, in de oceaan, hoe wil je het noemen. Maar in ieder geval, al het roze is weg. Dat is wat belangrijk is. Al het roze is gelukkig weer weggehaald. Oh, mijn microfoon staat helemaal weg. Hallo, ik was waarschijnlijk veel minder goed te horen. Maar nu horen jullie me weer zoals het hoort. Waarschijnlijk is in de tussentijd, nou waarschijnlijk 100% is in de tussentijd mijn glas ook, allemaal gesmolten. Ik heb helemaal niet genoeg kool. Oh, jongens, ik heb een idee. Ik heb een idee wat wij gaan doen. Laten we eerst even mijn glas om toveren tot cyaanglas en dan vooral in paints. Want dan kunnen we namelijk de rest ook even een keertje opvullen. Kijk, dan kunnen we zo badabim, badaboom, badabim, badaboom. Dan hebben we heel veel. Althans, dat valt ook wel weer mee. Ik dacht dat we meer zouden hebben. Die doen we even hier. Dat gaan we zo meteen gebruiken. Maar wat ik eigenlijk even wil doen, jongens, is zo'n soort oneindig lava farmpje maken. Want om kool nou telkens te gebruiken voor dit is ook niet echt het meest efficiënte. En daarvoor hebben wij heel wat cooldrons nodig. Volgens mij maak ik cooldrons zoals dit. Ja, oeh, dus ik heb ook een beetje ijzertekort. En ik heb dripstone nodig. Dus laten we even naar een mine gaan. Kijken of we daar wat dingen kunnen, voor elkaar kunnen krijgen. Hier nemen we een bucket mee. Laten we even kijken of we wat lava kunnen regelen. Dripstone en... Volgens mij is dat het. Lava en dripstone. Gelukkig is dripstone niet het moeilijkste om te vinden. Het is wel heel donker hier, maar dat is in principe ook geen probleem. Ik heb letterlijk maar een klein beetje nodig van die puntjes en van die blokjes. En dan kunnen we daarna gewoon een soort oneindige lava farm maken. Alleen, ik zie heel slecht hier, moet ik zeggen.
Maar ik weet nu al dat ik genoeg heb. Oh, ik ben de hele lava vergeten. Oh mijn god, ik ben lava vergeten. Al die moeite voor één lava bucket. Oké, dan beginnen we met gewoon heel simpel het concept dat wij hier eventjes dit plaatsen. Zo. En dat doen we eigenlijk even een paar naast elkaar. Als het goed is moet je daar dit boven bouwen, zoals dit. Daar dripstone aan hangen. Dan heb ik even glas nodig of iets. Of ja, in principe is glas het makkelijkste. De manier waarop ik dit weet is letterlijk omdat ik dit bij meneer KB thuis heb gezien in zijn basis. Anders zou ik geen idee hebben wat ik aan het doen was. Maar ik zag het bij hem en het zag er behoorlijk handig uit. Kijk, wat je dan volgens mij doet is het opvullen. Nou, met glas, het mag ook een ander blok zijn. Maar glas, daardoor kan je het natuurlijk gewoon zien. Als je glas gebruikt. Oeh, ik heb nog één glasblokje nodig. En dat hebben we gelukkig. Kijk, als je dan volgens mij zo doet. En dan dit natuurlijk weer weghaalt. En dan lava erin plaatst. Oh, ik moet trouwens wat lava erin plaatsen. Dus zo lava erin. Volgens mij gaat dat dan hier lekker. Kijk, ja, dat gaat lekker. Maar dat moet er wel een hele lava blok zijn. Dus daar moet nog lava. Oh, dat hoeft helemaal niet. Kijk, nu gaat hier lava in lekken. En ja, dan heb je oneindig lava. En met oneindig lava, jongens, heb je natuurlijk hier, hoppakee, best wel goede benzine voor je furnaces. Volgens mij is deze benzine nog veel beter dan kool. Kijk hoe lang dit erover doet. Laten we even kijken. Er zit 61 zand in. En ik ben benieuwd hoeveel zand er gesmolten gaat worden op dat ene lava bucketje die ik erin heb gestopt. Ik ben ook benieuwd hoe lang het duurt voordat dit een beetje gevuld is met lava. En uiteindelijk wil ik dit natuurlijk mooi binnen in mijn basis hebben. Want dit ziet er echt, nogmaals, dit ziet er gewoon niet uit. Het is zo lelijk. We kunnen het een beetje opvrolijken door te zeggen. We laten het op zijn minst op pilaren staan, weet je. Dat het nog gewoon... enigszins een beetje mooi is. Dat is het niet, maar beter dan niks. Hoe doet dit het? Oh, maar deze vuurtje is nog niet eens minder geworden. Werkt goed dit. Ik ben er blij mee. Wat dan wel even handig is, is om mijn buckets die ik heb ernaast te zetten. Dat ik ten alle tijde gewoon een bucket kan pakken en de lava uit kan halen, weet je. Ja, het begint nu ook al wel lekker te stromen, zoals je ziet. Hè? Het druppelt aardig al erin. Alleen voor mijn gevoel duurt het wel lang voordat ik hier zo'n lava ding gevuld is met lava. Zo'n cooldron. Maar we hebben genoeg te doen in de tussentijd. Wij hebben genoeg te doen. Laten we even dat glas dat ik hierboven heb. Vooral die kant en dat daarboven en dat daar mag allemaal opgevuld worden met glas. En ik kom nog behoorlijk wat glas tekort. Ik heb hier best wel veel al, maar dit is echt niet genoeg. Maar lange na niet. Nou, maar laten we in ieder geval beginnen. Want dan hebben we al wat gedaan. Dat is beter dan niks. Dan hebben we de roze blokken als tijdelijke bouwblokken. Dan zie ik goed wat ik na afloop weer weg moet halen. Die roze blokken vallen natuurlijk heel erg op hier. Het kost zo ontzettend veel glas om dit te doen, jongens. Al moet ik zeggen, glas is wel echt aanzienlijk minder erg om te grinden dan concrete. En jullie hebben wel heel veel goede tips gegeven over dat ik gewoon het concrete powder niet eerst om moet gaan hakken naar normale concrete. Maar dat ik het gewoon moet gaan bouwen met concrete powder. En daarna gewoon een emmertje water eroverheen moet doen. Dat het dan vanzelf concrete wordt, weet je. Dus dat gaan we volgende keer ook proberen. Ik heb niet meer heel veel glas over, jongens. En we zijn eigenlijk ook helemaal nog niet zo heel ver als je het op deze manier bekijkt. Dus ik hoop dat er in de tussentijd al wat lava is Er is gewoon nog steeds geen lava in die cooldrons gekomen. Hoe lang duurt dat? Hoe lang duurt dat wel niet? En boom, de laatste is geplaatst. Hoe gaan we veilig beneden komen? Kan ik deze sprong... Deze kunnen... makkelijk. Even kijken hoor, hoe ver zijn we gekomen? Voor mijn gevoel uiteindelijk nog best wel ver met het glas dat we hadden. Ja, bijna zelfs hetzelfde als aan de andere kant. Net iets minder. Maar we zijn wel al ver. Of alleen om dat even daarop te vullen naar die randjes hier en zo. En dan is het glas gewoon alvast gedaan. Er komt natuurlijk nog meer aan. Maar zoals dit hier is allemaal nog leeg. Niet dat hier glas komt, maar... Dat moet ook allemaal nog opgevuld worden. Er zijn best wel veel taken nog. En laten we even kijken bij onze nieuwe geavanceerde apparaat. Dat helemaal geen drol heeft gedaan. Waarom werkt het niet? Doe ik het verkeerd? Of duurt het gewoon serieus zo lang? Kijk, dit, overigens kan dit nog vet lang doorgaan. Dus als het eenmaal werkt, goede machine. Een goed geoliede lava machine. Maar goed jongens, dat is het weer voor deze aflevering. Volgende aflevering wil ik verder gaan met de basis. Misschien weer een nieuwe timelapse starten. En echt even ver komen. Want er moet een goede vergadering aankomen in dit gebouw jongens. We kunnen niet langer dat bootje gebruiken. Of hier op de oprit van mijn gebouw een beetje gaan staan met z'n allen. Nee, we moeten een vergadertafel hebben. En we moeten belangrijke zaken bespreken. In ieder geval voor nu dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken en te abonneren. Kom gezellig meespelen op deze Minecraft server. Het is helemaal gratis. En wie weet kom je me wel een keertje tegen. En heb je nou geen zin om op het moment Minecraft te spelen. Maar wel om te kijken. Kijk dan lekker even deze video. Want dit is ook een hele leuke video. Om gewoon zeker even te kijken. Gewoon kijken. Gewoon liken. Nu doen. En nu spreek ik laat glaasje water. Tot 4 flesje bier. Tot de volgende keer.